Wijzer, ik wil nog één vraag stellen als het mag. Waarom hebben jullie deze drie jaar geweest om samen met mij te reizen? Het zijn demonen! Het zijn demonen, dat is waar. Maar het zijn ook weer mens. En dit is waarom ze zich kunnen beheersen. Zo kunnen ze niet toegeven aan de duistere aura. Je leeft al lang, Genjo Sanzo, dus je weet het maar al te goed. Ironisch, ja. De littekens uit hun verleden is de web die hun samenbrengt. We zijn tegen je, omdat we niet zoals jullie zijn. Nou, niet technisch gezien. Hou je mond. Ze hebben een grote kracht en veel magie. Ze horen bij jou. Vergeet dit niet. Het is waar dat ik niet kan ontkennen dat ze krachtig zijn. Maar ik zou niet kunnen vergeten dat demonenbloed door hun aderen stroomt. Mijn heer, kunnen we er echt op vertrouwen dat hun demonische kant niet naar boven zou komen? Om ons lot in hun handen te leggen kan gevaarlijk zijn. En misschien kan dat ons fataal worden. De bezorgdheid is waar. Maar toch zal het doorgaan. Deze drie worden jouw medereizigers. En het is niet de Sinbutsin die u deze missie aanwees, maar de goddelijke hemelse godin van de hemel die dit deed. De goddelijke hemelse godin? Met alle respect, als ik zo mag zeggen, is de enige die ik kan vertrouwen mijzelf. Sinds ik verloor wat het meest dierbaar van mij was, geloof ik hierin. En dat kan niets veranderen. Dingen kunnen er anders uit gaan zien, als je met je hart kijkt. Genjo Sanzo. Sorry, maar dat begrijp ik niet. Ga en ontmoet hun, en misschien begrijp je het dan. Kijk voor jezelf of het waar is, wat je zegt, en kijk dan wel met je hart. Gebeurd is gebeurd. Kijk voor mezelf of het waar is. Verraders. Jullie kozen de kant van de zwakke vieze mensen. Dan horen jullie niet thuis. Verraad je eigen soort niet. Sluit je bij ons aan en laat jullie stemmen horen. Lang leven het demonenkoninkrijk van Dumayo! Ja! Ja!